Telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur zal aan het einde van het eerste kwartaal starten met de vervanging van de fysieke simkaart. Hiervoor zal de eSIM gelanceerd worden. Een eSIM is een digitale en in het toestel ingebouwde simkaart waarop het serviceplan voor elke operator wordt gedownload en geïnstalleerd. Telesuur speelt hiermee in op de aankondiging van smartphonefabrikanten dat hun toestellen in de toekomst alleen eSIM-kaarten zullen ondersteunen. Tot nu toe zijn de eSIM-kaarten alleen mogelijk voor Apple-telefoons. In het kader van een uit te voeren programma met het oog op de reïntegratie van dak- en thuislozen heeft president Santokki gisteren een commissie geïnstalleerd. Voorzitter Ricardo Bolla benadrukt dat het de bedoeling is om de doelgroep een helpende hand te reiken. De dak- en thuislozen zullen gedurende het programma ondergebracht worden op een plek waar ze zich op hun gemak voelen. LVV heeft gisteren 21 participanten in Coroni getraind in de teelt van zoete batat onder de slogan Leri Sabi Sweet Tata. De training maakt deel uit van het LVV Inter-American Development Bank Project, Strengthening of the Open Field Vegetable Production. Het doel is om de productie van verschillende gewassen, zoals zoete bataat, te stimuleren. De training is reeds in enkele districten verzorgd.